Aan de overkant van het IJ in Amsterdam-Noord heeft de directeur van de BPM, de heer Bloemgarten, de burgemeester van Amsterdam, meester Dailly, verzocht over te gaan tot de ingebruikstelling van een nieuw gebouw voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek dat een onderdeel is van de laboratoria van de Koninklijke Shell Groep die in Amsterdam gevestigd zijn. Met een druk op een knop liet de burgemeester het licht vallen op dit nieuwe laboratorium. De genodigden kregen daarna gelegenheid er een kijkje te nemen. Met de ingebruikneming van dit nieuwe complex is een ontwikkeling afgesloten waarvoor de plannen reeds voor de Tweede Wereldoorlog gereed waren. De onderzoekingen die hier verricht worden liggen op het terrein der theoretische wetenschap. De resultaten van de studies kunnen de grondslag vormen voor verdere onderzoekingen die tot toepassing in de industrie kunnen leiden. Amsterdam was reeds het grootste centrum voor aardolieonderzoek in de wereld. 1600 mensen zijn er werkzaam. Dat centrum is thans met het nieuwe laboratorium aanzienlijk verrijkt.